Mag ik u allen van harte welkom heten bij deze dienst vanuit de Lucaskerk in Winkel. Mijn naam is Tini van Splunter. Het is vandaag de vierde zondag na Pasen. Zondag Cantate. Cantate betekent zing. En komt uit Psalm 98, waar staat: zing de Heer een nieuw lied. Sinds Pasen is alles anders, alles nieuw. En in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. Helaas kunnen we dit niet met z'n allen zingen. Maar u kunt wel thuis meezingen, met hart en mond. Hier zullen de liederen gezongen worden door de zanggroep van de Lucaskerk. Onze voorganger is dominee Jan Andries de Boer van Winkel. Muzikale begeleiding, orgel Alex Peet, viool Jacqueline Jacobs. De bloemengroet gaat als bemoedigende groet naar Ada en Kees de Jong uit Winkel. De collectes van Winkel zijn voor diaconie en kerk. En daar weet u wel waar u ze naar over kunt maken. Namens de kerkenraden van Broek op Langerdijk, Sint Pancras, Krabbedam en Winkel mag ik u een gezegende dienst toewensen. Worden wij stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen. Grote God, u ziet ons. U weet wat er in ons omgaat. U kijkt ons recht in het hart. Zuiver ons hart, zo bidden wij, door de ingeving van uw Heilige Geest. En mogen wij de juiste prioriteiten weten te stellen en u en onze naasten liefhebben met al wat wij in ons hebben, zonder onszelf daarbij te vergeten. O God, en wij roepen u aan. De wereld is in nood. Talloze mensen hebben op allerlei manieren te maken met de dreiging of de realiteit van die nieuwe ziekte. In Afrika zijn er talloze mensen die al een hele tijd niet aan het werk mogen en daardoor ook meteen afhankelijk zijn van voedselpakketten. Overal ter wereld zijn er zelfstandigen en werknemers met hun hand in het haar. Vooral zijn er mensen die stikken in het vocht in hun longen. En mensen die hun geliefden zien lijden of heen gaan zelfs. En ondertussen zat de aarde toch al midden in een ecologische crisis. Ontferm u, Heer, doe uw goede krachten uitgaan. Doe ons zien wat we kunnen en wat we moeten doen. Hoe we samen mens kunnen zijn, hoe we schepsel kunnen zijn op aarde, samen met al het andere geschapene. Heer, ontferm u. Amen. Zingen we vers 3. Laten wij God bidden om het licht van zijn geest. O God, u bent de Heilige. Al wat is, bestaat slechts bij de gratie van u. En u bent de liefdevolle, ja, de liefde in persoon. Maar ook zo anders dan wij. Maar u wilt dat wij u kennen. U openbaart uzelf, laat uzelf zien in al wat is. En in uw woord. Wij willen horen naar uw woord. Wij zoeken naar u. Zoek ook naar ons. Mogen wij elkaar vinden. Raak ons aan. Doe het licht aangaan in onze geest. Zodat wij, die vaak zo blind zijn, meer ziende worden. Door Jezus onze Heer. Amen. Wij vervolgen de cyclus uit Exodus, waarmee we al aan het begin van de 40 dagen tijd zijn begonnen. Het volk is, nadat het bevrijd is uit de slavernij in Egypte, intussen geruime tijd onderweg door de woestijn en heeft al van alles meegemaakt. Het moment nadert dat de Allerhoogste hun richtlijnen geeft hoe zij kunnen leven. We lezen Exodus 19, vers 1 tot 19, een machtig stuk tekst. Aansluitend zingt de zanggroep, en hopelijk zingt u thuis met ons mee, een prachtig lied over het kennen van God. Lied 825, vers 1 en 3, na het lezen uit Exodus 19. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg.
Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood worden gebracht. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden en moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij, en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het volk beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, Johannes 14, vers 1
tot 14. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas: "Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten?" En Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien." Daarop zei Filippus: "Laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet." En Jezus zei: "Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen." Gemeente van de Heer Jezus Christus. Exodus 19 is me dierbaar, juist ook in zijn geladenheid. Op zich is het prachtig hoeveel mensen God in navolging van Jezus hebben leren aanspreken met Abba, Vader. Maar de vertrouwdheid die hieruit spreekt, kan zo vanzelfsprekend worden dat het besef
verloren zou kunnen gaan dat God minstens ook de geheel andere is. En dat de ontmoeting met hem ook een confrontatie is waarin een mens ziet wie hij zelf is. Dat hij ook de geheel andere is, blijkt bijvoorbeeld uit het roepingsvisioen van Jesaja, die God ziet verschijnen in de tempel en in grote schrik uitroept: "Wee mij, ik ben verloren, want ik ben onrein." En uit de openbaring aan Mozes die hier op komst is. Aan Mozes, die ook zelf op een bijzondere manier geroepen is, met dat vuur uit die struiken en dat "trek je schoenen uit, want de grond waarop je staat is heilig." In mijn eerste experimentele kerkdienst ooit heb ik deze lezing laten volgen door een slagwerkinterpretatie. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met een geweldig stemgeluid. En toen gaf ik een drumsolo vol afwijkende maatsoorten. 5/8, 7/8, om daar het onbegrijpelijke van God mee aan te geven. Ik heb er even over gedacht dat nu ook te doen, maar via een beeldscherm zou dat veel te armzalig overkomen. En ook als het dat niet doet, is het natuurlijk slechts een interpretatie. Maar als we het op ons in laten werken, de klanken waarvan het verhaal vertelt, de trillingen, het vuur en de rook. Hoe waren de kleuren? Hoe zal het geroken hebben? Hoe was het licht? Ik neem dit verhaal volstrekt serieus, hoezeer het ook gevat is in menselijke taal. Het geeft beeld en indruk van iets dat ons bevattingsvermogen overstijgt. Van ons die leven als mensen op aarde. God is heilig. Hij is anders. Wat gebeurt er als een klein kind een sterke smaak op de tong krijgt? Die gaat huilen. Roep bah, wil het weg hebben uit de mond. Het is te sterk. Het kind kan de smaak niet duiden, het kan het niet aan. Blauwe schimmelkaas, om een voorbeeld te noemen, zul je moeten leren eten met heel kleine hapjes. Zo ook als we uit het donker het licht inkomen, dan doen we de handen voor onze ogen. We kunnen niks onderscheiden, eerst is het alleen maar fel. Hoe zouden wij God ervaren met onze zintuigen? God, naar wiens beeld wij gemaakt zijn, maar die tegelijk bepaald te onderscheiden is van ons. En dit bestaan op aarde, hoe moeten we dat zien? Zoals vele wetenschappers het nog steeds zien, als een verzameling processen die op elkaar inwerken, het geheel waarvan ooit met een grote klap begonnen is, de zogenaamde Big Bang, autonome processen waar dus geen wil of reden aan te pas komt, alleen maar oorzaak en gevolg, waarbij wij als mensen op onverklaarbare wijze stuk voor stuk een bewustzijn hebben en een gevoel van ik, en waarbij we allemaal ons eigen perspectief hebben. Maar waarbij dat gevoel een ik, een persoon te zijn, op een vergissing berust. Want dat ook wij zelf autonome processen zijn die niet anders kunnen dan te reageren zoals wij reageren. Niet waar? Water gaat koken als het op 100 graden komt. Water heeft geen keus en zal dan gaan koken. Dat het met ons precies hetzelfde is. En dat als je over iemand alles kon weten wat er te weten is, je altijd exact zou kunnen voorspellen hoe hij zou reageren. Een vrije wil zouden we in dat geval niet hebben. En het coronavirus is ook een autonoom proces. Dat gaat zijn goddelijke gang. Moeten we zo naar de werkelijkheid kijken? Er zijn krachten en die komen elkaar tegen en gaan dan met elkaar een interactie aan. En dat brengt op- en neergang, zoals je app hebt en vloed. Maar dat daarmee het verhaal is verteld? Wij zien dat anders. Daar zijn we kerk voor. Wij durven te beweren dat in deze wereld het licht van Gods liefde schijnt. En dat Jezus de weg is gegaan van die liefde. En dat die weg niet is doodgelopen aan het kruis, maar een doorstart heeft gekregen op een ander niveau. Dat wij zelf bestaan. Ja, want als we slechts processen waren, dan was ons persoonlijk bestaan
een illusie. En dat ons bestaan betekenis heeft. En dat het dat ook werkelijk krijgt als wij aan de roep gehoor geven om ook zelf te leven op dat andere niveau. En wij durven te beweren dat wij vertrouwen op Gods liefde en op zijn betrokkenheid bij en bemoeienis met ons leven. Dat valt tegelijk niet mee, dat zo te zien en vooral ook om dat zo bij voortduring te blijven zien. Het is mooi. Opnieuw heb ik de lezingen van twee afzonderlijke leesroosters voor deze tijd gecombineerd. Exodus en Johannes. Maar als combinatie staan ze wel heel mooi naast elkaar. In Johannes zegt Filippus, doodleuk, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Meer verlangen we niet? Beseft hij wel wat hij vraagt? En met wat voor verschijnselen het zichtbaar worden van God getuige Exodus gepaard kan gaan? Ja, en blijkbaar beseft hij ook niet wie degene is die hij hier aanspreekt met Heer. Het aanknopingspunt is een van de moeilijkste vragen uit de theologie. Bestaat er een aanknopingspunt? Ligt er een punt in de mens waardoor hij vatbaar is voor een mate aan begrip van wat of wie God is? Waardoor hij op een zinnige manier kan reiken naar God. En waardoor hij ook zelf kan worden bereikt door God. En waar ligt dat dan? Zonder nu deze vragen in te duiken, we zijn kerk omdat we intuïtief weten dat er inderdaad een aanknopingspunt is. En het moet wel precies liggen in dat stukje dat voor de wetenschap onverklaarbaar is. Het bewustzijn. Waar we weinig van snappen. Dat 's nachts zijn geheel eigen wegen gaat, waarin ruimte en tijd geen rol spelen. Ik droomde eens een heel verhaal waarvan de uitkomst was dat ik een injectie kreeg. Toen werd ik wakker en bleek dat ik op datzelfde moment werd gestoken door een mug. Een verhaal van een paar uur droomde ik in wat een minuut moet zijn geweest. Dat kan het bewustzijn. En het aantal wetenschappers dat het aandurft te veronderstellen dat er ook bewustzijn is, onafhankelijk van levende hersenen, neemt toe. Niet waar? Bij de mens als autonoom biologisch proces is het bewustzijn als het beeldscherm van een televisie. Is de stroom eraf, dan is het beeld weg en dan is er ook geen overblijfsel of herinnering van het beeld. Dat het zo niet is, durven gaandeweg meer wetenschappers aan te nemen. En dat wisten we als kerk al lang. Het aardse bestaan is tijdelijk en daarna komt er nog heel iets anders. Ik vind dat wel heel mooi dat er nu aanwijzingen in die richting komen van verschillende kanten. Het volk Israël is bevrijd uit Egypte en nu is het op weg door de woestijn. Dat is leegte daar en schaarste. Daarbij hebben alle mensen wel hun persoonlijke ikje. Er is het groepsbelang, maar ook is er het persoonlijke belang en het laatste staat vaak op gespannen voet met het eerste. En ze zijn op weg naar het beloofde land. Wij zijn ook bevrijd. Van de Duitsers dan. Zijn wij ergens heen op weg? Visioenen van een betere, maakbare wereld zijn stuk gelopen. Bij veel mensen is het geloof verdampt. Feitelijk darren we rond, doelloos. En nu is er dat virus dat onze zekerheden zwaar aantast. Het volk had richting nodig en regels. Wij niet anders. Toegespitst op het virus, als iedereen zijn eigen gevoel volgt van wat wel of niet nodig is om verspreiding te beperken, waar komen we dan? Ondertussen zijn de 10 woorden natuurlijk van een andere orde. Het volk ontving uit Gods hand de 10 woorden. Er is wel eens gezegd dat het negatief is vanwege het veelvuldig gij zult niet.
Maar het zou juist een gij zult wel zijn waardoor wij vast zouden komen te zitten. De Bijbel zegt niet, gij zult elke zondag naar de kerk gaan. Hij zegt wel, gij zult niet doden. En dan blijft er nog een wereld van mogelijkheden over. Wij zijn 75 jaar vrij. Maar door een geheel andere, nieuwe onvrijheid hebben we het niet kunnen vieren. Wat ik mij afvraag, is het dan niet beter om nu vooral bij de onvrijheid stil te staan? Het is vandaag 80 jaar geleden dat Duitsland ons land binnenviel. Op 10 mei 1940 veranderde het leven ingrijpend. Als zoiets gebeurt, dan komen verhoudingen onder spanning te staan. Vragen worden op de spits gedreven. Vragen die gaan over delen. Vragen die gaan over wat is menselijkheid. Ook de huidige crisis brengt deze vragen in een nieuwe hevigheid met zich mee. Wat is het dan goed om iets te hebben wat ons kan leiden? De 10 woorden, de weg van Jezus. De weg, de waarheid en het leven, dat ben ik, zegt Jezus. Als wij in en vanuit zijn liefde leven en ons door zijn voorbeeld laten leiden, dan hebben wij toekomst. Dan leven we als mensen samen. Dan vinden we een weg vanuit de kracht die tot ons komt, direct vanuit de hemel. Laten we zo straks vers 6 zingen van het Wilhelmus, want dat lied ademt het besef op wat voor een manier wij een samenleving kunnen zijn en op wat voor grond wij die kunnen bouwen. Amen. Maar eerst zingen wij lied 868, vers 1 en 2. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, wij bidden tot u. Zoeken woorden of ga mee in de woorden van de voorganger om met u te communiceren. Om op een golflengte te komen dat uw geest en onze geesten elkaar vinden en verstaan. Dank u, o God, dat u het ons geeft, die mogelijkheid om met u in contact te treden. Maar u kent ons. U weet hoe gemakkelijk wij voorbij gaan aan uw werkelijkheid. Hoe voor de hand liggend het is zelfs om aan u voorbij te gaan. En de aarde voor vanzelfsprekend aan te nemen. En te denken dat wij het snappen sinds wij als mensen enkele natuurwetten op het spoor zijn gekomen.
Door te bidden tonen we u, wij geloven. Of wij willen geloven. Wij hopen te kunnen geloven. Misschien wel, wij kunnen niet anders dan te geloven, ook al is er genoeg dat het geloof weer spreekt. Nog meer is er dat het bevestigt. De pracht van de natuur, de vormen, de kleuren, de klanken. De liefde die altijd sterker is dan achteloosheid of haat. 80 jaar geleden begon er iets vreselijks dat 5 jaar zou duren, talloze levens heeft gekost en voor altijd zijn sporen achter zou laten in wie overleefde en in veel van hun nakomelingen ook. Dat ons vertelde waar wij de mensen toe in staat zijn en dat dat verschrikkelijk kan zijn. Mag deze periode van relatieve onvrijheid ons helpen opnieuw te zien wat van waarde is en wat dat ons waard zou moeten zijn. Dat we de offers die het vraagt om op een spoor te komen, waardoor we weer met vertrouwen naar de toekomst van de aarde kunnen kijken, waar ook ons nageslacht kan leven, zullen weten te brengen. Wees met onze zieken. Uit onze gemeente Greemantel. Op het moment van opname is zij althans nog in leven. Laat haar spoedig de vrede vinden van uw heerlijkheid. Wees met haar man Joop en hun kinderen. Wees met iedereen die benauwd is, pijn heeft, met wie een slechte boodschap heeft gekregen. Met ieder die zorg heeft ook. In stilte bidden wij persoonlijk. Dit alles bidden wij u in naam van Jezus, uw Zoon, die ons dit gebed gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, en dit is dan altijd het collectemoment. Als u behoort bij de gemeente van Sint Pancras of Broek, kunt u uw gave geven via gift. Bent u van Krabbedam of van hier, dan kunt u uw bijdrage voor de diaconie en kerk overmaken op de bekende gironummers. Kerk is ook delen, in de vreugde van het geloof, in lief en in leed en in een stukje van de materiële mogelijkheden die wij hebben. Maar ook dat gaat nu nog even anders. Wat fijn dat we als alles goed gaat en voor zover we onze kerken zo weten te in te richten dat het verantwoord is vanaf 1 juli weer met maximaal 100 personen naar de kerk mogen. Weliswaar hoop ik dat het niet te vroeg is. Maar ook zoiets als collecteren zal dan toch anders moeten gaan, want we kunnen voorlopig niet elkaar vrolijk collectezakken gaan doorgeven. Maar dat doen we dus op dit moment helemaal niet. Wij hebben nu nog 1 lied en dat is vers 6 van het Wilhelmus. Een lied dat het besef ademt op wat voor manier wij een samenleving kunnen zijn en op wat voor grond wij die kunnen bouwen. Thank you.
Waar u ook bent en waar u ook gaat, laat het zijn in deze kracht. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Op zichzelf heeft de muziek van Zappa natuurlijk een hele grote invloed op mij. Op de manier waarop ik ook naar andere muziek luister. En ook op de manier waarop ik zelf mijn eigen solo's maak. Want ik zit gewoon te spelen en soms is het niks en soms komt er iets leuks uit. Maar ja, als ik iets leuk vind, dan heeft dat dus wel te maken met mijn muzikale smaak. En die is in hoge mate gevormd dus door de muziek van Zappa. Er waren mensen die zeiden, en dat waren juist 80-plussers, Exodus 19 is voor mij nooit eerder zo gaan leven ontroerend. Dat is mooi. Dat is een hele mooie reactie. Want dan bereik je wat je wilt. Niet zo van, die dominee kan drummen en hij doet iets aardigs. Maar de mensen beleven iets van de Bijbel op een andere manier. Ik denk dat het daarom draait om niet zomaar iets aardigs te doen in de liturgie. Omdat het aardig is, maar omdat het wat te betekenen heeft.